voorzitter van LOGO, wil ik jullie van harte welkom heten, jullie als vertegenwoordiger van jullie steden en jullie gemeenten. En wij vinden het heel belangrijk om als LOGO ook jullie inspanningen op het gebied van ziektepreventie en gezondheidspromotie een keer in de bloemetjes te zetten, een keer in de picture te zetten. En nadien gaan we een beetje toelichten hoe dat allemaal blijkt. Hè? Jullie hebben alle reden om hier te zijn vanavond. 2 op 3 van jullie inwoners ligt wakker van gezondheid, vindt gezondheid prioriteit nummer 1. Dus dat jullie daarop inzetten, dat is van het allerbelangrijkste. Wij proberen dit met LOGO ondertussen de voorbije 20 jaar heel erg op in te zetten, jullie te ondersteunen. En we willen dat in de toekomst nog meer doen. Gezondheid, vroeger vulden we dit heel snel in met voeding, bewegen, tabak. Maar dit evolueert. Wij evolueren heel sterk van pure thema's naar gezondheid in alle diverse beleidsdomeinen. We spreken nu steeds meer van mobiliteit, gezonde woonomgeving. Dus gezondheid in de diverse beleidsthema's integreren. En gezondheid niet meer puur als domein. We hebben geprobeerd om de inspanningen die jullie de voorbije legislatuur gedaan hebben, om die inspanningen een stukje in kaart te brengen en een beetje in beeld te brengen. Het zijn maar een paar flarden van de vele dingen die jullie gerealiseerd hebben de voorbije jaren. Je zal merken dat dit nog heel erg gekenmerkt is door de evidente thema's, voeding en beweging. Maar we hopen dat we binnen 6 jaar opnieuw een filmpje kunnen tonen waar dat de bredere domeinen van gezondheid ook meer nog in beeld komen. Maar niettemin zijn dat zeer waardevolle initiatieven die wij proberen met beeldmateriaal aan jullie te tonen, te communiceren van wat dat er eigenlijk allemaal al gebeurd is rond gezondheid binnen de regio en dankzij jullie inspanningen in de lokale besturen. Dit is ook een beetje in de aanloop van de lokale verkiezingen. Wij willen vooral bevestigen van wat goed is gelopen. We hebben ook wel een vraag voor jullie naar de toekomst en we hopen dat we samen met jullie dat gezondheidsbeleid verder vorm kunnen geven in de volgende legislatuur. En ja, absoluut, absoluut. Anders, ik heb een beetje moeten zoeken naar jouw bevoegdheden. Cultuur, sport, feestelijkheden. Autonoom gemeentebedrijf PUDA, ja, cultuur, zeg, dat is ook. Hè. En archief. Ja. Dat is ook allemaal van belang natuurlijk. En Mia Maas, directeur sport. In een vrij grote stad als Kortrijk is dat dus echt niet evident om die geld en alle policies in goede banen te gaan leiden. Het zit zo allemaal bij verschillende mensen, je merkt dat. In publieke ruimte, in gebouwen, in wijken, in het zich veilig voelen, in gezond klimaat, in zorg- en welzijnsvoorzieningen. Maar u zet ten volle uw bevoegdheden in en de promoot samen met jouw collega's eigenlijk gezondheid als speerpunt. We horen het zelfs in beleidsverklaringen. Vandaar ook met plezier deze award. Zwevenham. Zij zorgen er eigenlijk voor dat zij bij elk project hun kansengroepen, of toch de aandacht voor hun kansengroepen, mee hebben. En eigenlijk ook hun vrijwilligersnetwerk dat zij al heel sterk uitgebouwd hebben en ook blijven uitbouwen. Voor Zwevenham, Mark Kraas.